speeltjes, spelletjes, luisteren naar muziek. Knippen en plakken zonder schaar, het is toch echt uniek. Kom er maar bij. Ik kan niet zonder mijn computer, computer is mijn ding. Spelletjes, Facebook. Wat ik doe? Ik zit achter de computer. Ik ben bezig informatie te zoeken. Er zijn misschien 6 of 5 knoppen. De eerste of de tweede knop moet je drukken, dan gaat het aan. Toen ik kleiner was, zei ik mijn tante met de computer werken. Dat heb ik haar gevraagd om me te leren om met de computer te werken. Ik heb leren werken op de lagere school met een computer. Toen ik klein was, mijn vader heeft me met de computer leren werken. Mijn moeder, mijn tante en mijn neef hebben me laten leren om met de computer te werken. Computers zijn gewoon deel van ons leven geworden. Ja, je hebt computers in alle vormen. Ook sommige telefoons en tv's werken deels als een computer. Je kunt spelletjes spelen, mailen, foto versturen, op Facebook en Twitter gaan. Of je huiswerk erop doen. Als je kan internetten, heb je contact met de hele wereld. Als ik met mijn computer werk, ga ik soms om schooldingen te doen of om naar liederen te luisteren of om gewoon op bepaalde sites te gaan. Zolang ik erop ga en ik moet misschien iets gaan onderzoeken voor de school of zo, en dan vind ik het direct. Ik speel op de laptop, het is leuk om te spelen. Als je bijvoorbeeld dingen nodig hebt voor de school of zo, kan je het op internet gaan opzoeken. Als je met elkaar praat of informatie geeft en krijgt via computers, internet en telefoon, dan zit je in de digitale wereld. Maar hoe werkt een computer eigenlijk? Een computer gebruikt hardware en software. Hardware zijn de vaste delen van de computer die je binnen in de computer ziet. Daarnaast heb je aan de buitenkant de monitor of beeldscherm, het toetsenbord en de muis. En software zet je op de computer. Je stopt bijvoorbeeld een CD in de computer met een game. Dan installeer je de game. De software vertelt aan de hardware wat hij moet doen. En dan kan je dus gaan gamen. Er zijn verschillende soorten computers. De bureaucomputer, de laptop, de tablets, de gameboxen enzovoort. Computers komen in allerlei merken, vormen en groottes voor. Een webserver is een speciale computer. Waar je niet bij stilstaat, is dat je zonder deze webserver geen internet hebt. Eigenlijk komen alleen maar computerdeskundigen daarmee in aanraking. Een server stuurt informatie naar andere computers die op internet zijn. Iedere keer als je op internet gaat, zorgt deze webserver ervoor dat je informatie die je wil op je eigen computer krijgt. Hey, maar weet je wat ik me afvraag? Hoe deden de mensen vroeger zonder computer? Want ik kan niet zonder computer. Meisje, Baya. Computer maakt communicatie veel makkelijker. Vroeger was dat niet zo. Vroeger ging communicatie echt alleen met de hand. Als je mensen wilde bereiken, als je een kaart of een brief voor iemand moest sturen, dan ging dat echt met de hand. Je ging schrijven, je ging brieven posten, kaarten posten. Nu gebeurt dat gewoon via de computer. Heel belangrijk voor ons allemaal, denk ik, dat is het zoeken en verwerken van informatie. Vroeger moest je echt gewoon uit huis gaan. Als je bijvoorbeeld een scriptie moest maken of je moet een spreekbeurt houden, dan moet je eigenlijk uit huis gaan of naar de bibliotheek gaan. In mijn tijd, toen ik nog op school zat, alle scripties moesten wij nog met de hand schrijven. En dat duurde dagen, weken. En je moest nog iemand zoeken, bereid vinden misschien,
om jouw informatie netjes voor je te schrijven. Want niet ieder had van zichzelf een net handschrift. Dus de uitvinding van de computer die zorgt voor heel wat gemak. Het leven is een stuk makkelijker en sneller geworden dankzij die computer. Dus de uitvinding van een computer was wel goed. Eerst waren er grote onhandige computers, maar ze werden steeds kleiner en moderner en handiger. ICT betekent informatie- en communicatietechnologie. Het waren de ICT-mannen en vrouwen die de computersprogramma's maakten. Deze mensen maakten alle software, zoals games om je te vermaken, programma's die kantoren, bedrijven, huishoudens en studenten gebruiken enzovoort. Door de computer kunnen mensen sneller in contact komen met elkaar. En je vindt ook snel informatie. Mijn vrienden zijn precies net als ik. We zijn gewoon heel modern en halen informatie van het internet. Ja, natuurlijk heeft de computer ook wat nadelen. De nadelen zijn, je gaat te langer achter zitten. Je gaat te gewend eraan raken, dan ga je slecht beginnen te werken op school. De nadelen zijn dat je verslachter kan worden. En dat je je vrienden verliest. Je hebt verschillende sites waarop je kan gaan, zoals Facebook, MSN. En je kan daarop bedreigd worden door mensen. Je kunt gepest worden door de mensen. Dat niemand het weet. Ik zorg ervoor dat ik het goed gebruik. Ik ook. Modern speelgoed, nu ben ik lekker met mijn huiswerk bezig.